Yes, mijn beste vrienden. Uh, we hebben een prachtig lichtpuntje gezien. in dit uh, weekend, aan het begin van het weekend... Uh, ...biedt professor Henk Orie zijn verontschuldigingen aan... ...voor zover hij mensen beledigd heeft. Orie... Top dat je dat doet. Voor mij was Ori alleen maar een aanleiding om te gaan nadenken over mezelf. Met daarmee bedoel ik: Ori heeft uh, uit, uh, uit het boeket zichzelf even een beetje meer licht gegeven, zodat we kon, konden zien: van ja, Ori, wie zegt dat? Daar tegelijkertijd zijn al die andere bloemen... en met name de minst sterke bloem... verschrikkelijk boos geworden. Oh, een beetje bari. Wat zegt die man? Wat denkt u wel? <laughs> Beste vrienden, ik heb het eerder gezegd. Ori heeft dus het gebruik van woorden... Hè? Is lastig ook voor zo'n professor, want hij, hij moest nadenken. Om het zo, zodanig te zeggen dat je de zwakheid van de zwakste schakel niet gaat raken. En dat heeft hij wel gedaan. Ik vond het goed omdat ik vind dat de dingen gezegd moeten worden om ons wakker te maken, een paar woorden had hij kunnen wisselen. En dan was het al veel minder erg geweest. Nu hebben we iedereen gesprongen. brongen, maar wat? Grootheid. Orie zegt. Jere, mensen. Als je dat ding gezegd hebt en je je voelt je gekwetst, sorry. Geweldig ori. Milobi. 100%. Anderen is Vieren naar Joja. Mang, <laughs> ik heb vanaf het begin van de, de nieuwe staats-NV-servin, heb ik geen personen veroordeeld, nog de daad veroordeeld. Wat ik heb gezegd, en dat herhaal ik, is dat ding is schoonheidsfouten. Is juridisch niet maar is schoonheidsfouten. En het, het is natuurlijk in DNA, men gaat praten, men gaat schieten, men gaat dit, men gaat dat, men gaat. Rustig. Kijk, vieren naar Joja, respect. Want hij haalt die angel eruit. En hij verklaart heel netjes. Luister nou beste mensen, ik ben enthousiast geweest om dat ding voor Suriname zo goed mogelijk te doen. En ik heb daarin, heb ik het voortouw genomen en met z'n allen zeiden we voortvarendheid, wap haast, niet sanito. En daarin zijn er procedurele fouten gemaakt. Die had ik nooit mogen maken. En wat? Doet dan viren Adjoja. Hij zegt, luister nog. Dat ding wordt geliquideerd. Finale akwa. Daarmee hebben we de fouten gecorrigeerd. En is de koos af. Dus we hoeven niet te halen en trekken. En de azan kaba. Klaar. Einde. Servin is nabij. Waarom? We hebben fouten gemaakt, procedure, procedurele fouten bij de oprichting. Dus, dan, dat ik kan me voorstellen dat er per direct daarna de goede procedures gevolgd zullen worden en dat er een nieuwe investeringsbank uh, voor Suriname komt die buitenlands kapitaal aantrekt en dat ervoor gaat zorgen dat. Uh, de ondernemers, de kleine ondernemers enzovoort, dat ding kunnen doen. Ik vind het tof, 4-in. 100% go, zo hoort het. Als we werken, maken we fouten. En dat is niet erg, want als je geen fouten maakt, dan werk je niet. Er moet een steekje vallen. Kunnen vallen, maar dat steekje moet ook weer worden opgeraapt. En dat de man zichzelf daarvoor uh, neerzet als luister, nou, ik heb de zonder ik hop die bok op me en ik ga die bok afzetten. Want heren, no, sorry, dat feest gaat niet door, we gaan het anders doen. Alleen ik heb geleerd, zegt Virin Ajoya dat ik nooit mijn hoofd boven het maaiveld moet steken, want de meidja direct. Waarom is dat? Omdat iedereen grote ogen heeft en om te kijken naar... Uh, 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 Gaan ga ze stelen? Ga ze de, je weet, het stelen, het roven, het dieven, het boeven... is onderdeel geworden van ons, van ons bewustzijn in Suriname. Iedereen kijkt daarnaar. Weet je wel, de schrik van burger zit er zodanig in... dat het een complete frustratie en een trauma is geworden. Vooral voor degene... Die hebben meegestolen. En die zich verrijkt hebben. En Viren Adjoja zegt dan ook iets belangrijks. Ik zal per direct de notaris vragen. om datgene wat ik door hard werken heb verzameld. in mijn hele leven, om dat op papier te zetten. Zodat men weet wat Adjoja bijvoorbeeld op de bank heeft. En niet dat men daarna kan zeggen, maar kijk wat hij heeft verzameld, hij heeft gestolen, heeft dit. Ik vind dat prachtig, vieren, applaus. En weet je wat? Het is iets wat we ook langer gillen. Al die ministers, iedereen in een vooruitgeschoven positie, directeuren en ook die jongens in het DNA, moeten dezelfde procedure volgen. Wij moeten nu weten wat je hebt. Wat je hebt verzameld voordat je DNA werd. Voordat je directeur werd. Voordat je een president-commissaris werd van een RVC. Want het gebruik is dat jullie allemaal. Na een periode ineens dieper zijn geworden, want je hebt zoveel en je kan niet verklaren waar het komt. Daarmee nog één ding, nog één ding, nog één ding. Ik vind ook dat er een wet moet komen die de herkomst van het geld per persoon vastlegt. Dus je moet kunnen aangeven toch. Ineens kom je, je hebt ineens. 500.000 uh, euro. Je moet aangeven waar dit vandaan komt. Boei. Ik weet een geval in, in, in uh, Europa, en het is niet eens in vele, waarbij jongeman. Geweldige jongeman, een geweldige auto, werd aangehouden en 200.000 euro, hij was het op dat moment kwijt. Waarom? Hij kon niet aangeven waar dat geld vandaan kwam. Dat hebben we nodig in Suriname. Omdat we de criminaliteit, de grote criminaliteit en de kleine criminaliteit moeten bestrijden. En witte criminaliteit, vooral dat... Kunnen we tegengaan wanneer nu wordt vastgelegd wat elke beleidsmaker, voerder, minister, president, allemaal moeten we weten? Wat heb je In, uh, op 1 maart 2021? Want wanneer het 2 maart 2026 is. Moeten je duidelijk het verschil zien, dan moet je ook kunnen aangeven... Pea moni pe pea moni de, d p a m o n Dat is mijn pina p i k pe 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 n pe a pea moni de, pea moni de, pea moni de. Beste vriend.